Hallo. Nou, ik ga iets heel raars doen. Vind ik zelf in ieder geval. Ik ben echt ontzettend moe. Het liefste wat ik nu wil is lekker op de bank kruipen onder een dekentje. Ik heb het koud en kijk, het regent. Nou, je ziet het niet, maar het regent. En het is echt zo'n gewoon super vermoeide dag. Het is nu een uur of 8 s'avonds of zo. Wat ik ga doen is, ik ga rennen. Nou ja, daar moet je daar niet heel veel bij voorstellen hoor. Een heel klein eindje rennen, een paar minuten waarschijnlijk. Maar ja, weet je, ze zeggen dat als je moe bent, dat je dan juist moet bewegen in plaats van op de bank moet gaan zitten. Dat je eigenlijk moeier wordt van op de bank zitten dan even bewegen en eventjes meer energie krijgen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Dus, dat ga ik nou doen en wish me luck. Ik zie je over 2 minuten. Wie had dit verzonnen? Want rennen is gewoon echt niet leuk, hè? Ik vind het gewoon echt niet leuk, dit. Het regent en jakkes. Om nog eens. Oh, ik wil gewoon heel snel weer thuis komen. Oh. Oké. Nou, ik ben terug. Iets meer verregend dan ik had verwacht. Of had gehoopt. Maar eigenlijk was het, ja. Ik had na een paar minuten had ik echt zoiets van, wat ben ik aan het doen? Wie had dit verzonnen? Maar toen ben ik doorgegaan op een of andere manier. Begon het toen ineens echt lekker te voelen. Gewoon die regen. Met mijn natte haar. En ik weet niet. Maar ja. Dus ik ga nog even stretchen. Ik moet zeggen. Ik heb er wel weer zin in. Dus misschien is het wel echt waar. Dat je gewoon, als je echt moe bent en het enige wat je wil is met 3 kroketten op de bank hangen. Misschien moet je dan juist het tegenovergestelde doen. Je sportschoenen aantrekken en naar buiten gaan en eind rennen door de regen. Volgens mij werkt het. Oeh, wel een beetje nat zo. Like als je deze video leuk vond en vergeet niet te abonneren. Ik ga heel gauw naar binnen. Doeg!